Matthew chapter 5. Matthäus 5. From verse, let's read only 18. Vers 18. Can somebody read? Or shall I read? Let me read. Inclusive. Matthew chapter 5, verse 18. Jesus is speaking. Jesus spreekt. I'm not Jesus, but I mean we are reading from the words that came from Jesus' mouth. We praten van de woorden die van Jezus' mond kwamen. Matthew chapter 5, verse 18. Matthäus 5, 18. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot of or one little will by no means pass away the law till all is fulfilled. Ja, je kan het. Wat voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaan, zal niet één jota of tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Vers 18. And then I want to read one again. 13. Vers 13. Chapter 5, verse 13. 5, vers 13. You are the salt of the world, earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing. Everybody say good for nothing. Good for nothing. But to be thrown out and trampled underfoot by men. Vers 13 gaat lezen. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens toe dan om weggeworpen worden en door de mensen verdreven te worden. The Bible says that heaven and earth shall pass away. De Bijbel zegt dat hemel en aarde. But the words of Jesus will never pass away. Maar de woorden van God zullen niet. It doesn't matter how many ministers try to change the words of Jesus. Het maakt niet uit hoeveel mensen proberen het woord te veranderen. But the words of Jesus will never pass away. Maar de woorden van Jezus zullen niet veranderen. He will always appoint people radical like me to teach. Hij zal altijd mensen radicaal zoals ik aanwijzen om te Because many people are afraid when I talk the truth. People will leave my church, they will not give the offering. Mensen zijn bang dat als ik de waarheid vertel, dat ze de kerk zullen verlaten en de offering zullen vergeten. But Jesus said, maar Jezus zei, you shall know the truth. Je zult de waarheid vertellen. And the truth shall set you free. En de waarheid zal je vrijzetten. I tell you, if you give me the microphone, if you see thousands of people in one meeting, I can speak a word. And this 1,000 people, only 50 will remain in the church. Ik zal je vertellen, ik ben de staat van dezelfde 1,000 mensen de woorden spreken en alles loopt eruit en er blijven er 50 over. Yes. Ja. They must go. Ja, ze moeten gaan. Because they are not ready to receive the truth. Want ze zijn nog niet klaar om het woord te horen. So many people pack themselves to places. Because as long as the pastor will teach the things that they meant they are happy with, they are comfortable with, they will go there again. Veel mensen zullen komen omdat ze eigenlijk willen horen wat men titelt. But those words mixed with sugar mouth, will they save you? Will they bring you to heaven? Maar deze woorden gemixt met suiker, zullen die je naar de hemel. The Bible says that. De Bijbel zegt dat. What if you receive the whole thing, the whole world, and you lose your soul? What profit a man if you gain the whole world and you lose your soul? De Bijbel zegt, al zou je de hele wereld winnen, als maar je ziel verliezen, wat baat heeft dat? So our calling as pastors, evangelists, teachers, prophets, our calling is not to give you sweet words. Dus onze roeping als pastors, als evangelisten, etc. Het is niet om u lekkere gesuikerde woordjes te geven. It's to give you the truth. It's to give you the truth. It's to give you the truth. Even if the truth hurts, you must receive it. Zelfs als de waarheid zeer doet, moet u het horen. And when you receive it with a good heart, en als u het met een goed hart ontvangt, you have salvation. Amen. Dan heeft u een happy eternal life. Dan heb u een eeuwig leven. Otherwise, anders, you will stay.
are not born again. Maar u bent niet wederom geboren. But Jesus said. Maar Jezus zei. Very very I say unto you. Maar ik zeg tegen u. Except man is born again, he cannot inherit the kingdom of God. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan. How can you be born again if you are not taught how to be born again? Hoe kunt u wederom geboren worden als het u niet verteld is? The truth hurts. De waarheid doet zeer. But I tell you, maar ik zal u vertellen. The truth heals. Maar de waarheid geneest. I said the truth heals. De waarheid geneest. I said the truth heals. De waarheid geneest. You may be not comfortable. U mag niet comfortabel zitten. But when you accept it. Maar als u accepteert. In a good faith. In het goede geloof. It will heal you. Dan zal het u genezen. Many Christians are sick today. Veel christenen zijn ziek vandaag. Spiritually they are sick. Geestelijk ziek. Even physically they are sick. Fysiek ziek. I live in Holland for 40 years now or more. And you see Christian walking. Ik leef nou zo'n jaar of 14 in Holland, misschien wel meer. Look, there are times where you are not happy. Jesus was not happy all the time. Yeah. There are moments. Er zijn tijden dat je natuurlijk niet blij bent. Jezus was ook niet altijd blij. But if I see you. Maar als ik dat zie. One week time. Als ik u één week zo zie lopen, mijn hoofdje dan weer. And then one month time. En dan 2 years time. Twee jaar. 5 years time. The same. Vijf jaar. My brothers and sisters. Mijn broeders en zusters. Perhaps you are in the wrong church. Dan bent u in de verkeerde kerk. Perhaps you are receiving a message that does not heal you. Misschien ontvangt u een boodschap die u niet kreeg. Because that is not the reason why Jesus came for you to live like. Amen. Want dat is niet de reden dat Jezus kwam voor u zo. He came to raise you up. Hij komt om u te opliften. He came to heal you. Hij kwam om u te genezen. But as long as you don't receive the truth. Maar zolang als u de waarheid niet ontvangt, you cannot be healed. Kunt u niet genezen raken. You cannot be healed. U kunt niet genezen raken. If you are not ready to receive the truth. Als u niet klaar bent om de waarheid te ontvangen. You need to be healed from the inside out. U moet van binnenuit naar buiten genezen. Jesus wants to heal you. Amen. Jezus wil u. I say Jesus wants to heal you. Amen. Jezus wil u genezen. Some people can go through pain for 30 years. One pain. 30 years. How? Mensen kunnen door pijn gaan voor 30 jaar. Why were you not healed 30 years ago? Waarom waren ze niet genezen 30 jaar geleden? Perhaps you don't get the right words to heal you. Misschien hoorde u niet de juiste woorden om u te genezen. And some people are discouraged. They don't want to go to church anymore. Sommige mensen zijn ontmoedigd en willen niet meer naar de kerk. It's also doesn't help. It also doesn't help. Maybe it's ook zo dat we helpen. The only place but to be happy. Om gelukkig te zijn. In the church of the living God. Is de kerk van de levende God. And to do his will. En om zijn wil te doen. And to obey. En om hem te gehoorzamen. That's why we sing the song, trust and obey. There is no other way to be happy in Christ. En dat is waarom we zingen. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus. Than to trust and obey. So what our brother just read, he said that. Dus wat onze broeder net las en hij zei dat. There's coming a time. Er komt een tijd that his yoke shall be broken out of your neck, and the anointing. The yoke shall be broken out of your shoulder. Het juk op je schouder zal verbroken worden. And then by the anointing, by the power. En door de kracht van de Heilige. Every yoke must be broken. Elk juk zal verbroken worden. My brother. Brother Sam, come. Brother Sam, kom eens hier. Yoke. Some of you don't know. Ja, a juk. Yoke. Is the wooden structure. Ja, is dat die houten structuur. That is built. Die gebouwd was. And it is hooked around. De heer op je schouder. The neck of two. Two animals, like op de nek van twee dieren. What animals? Ox.
Yeah. Van een os. And the reason is that when you put the yoke on their neck, en de reden is dat als je die dat yoke, they can control them. Dan kunnen ze die beesten in controle onder controle. They cannot run away. Die kunnen niet wegrennen. It's as though you catch a thief and the police put the handcuff. Het is net als die handboeien van. So when they put the yoke on the two neck, ze de houten yoke op het schouder van. And they beat them, they go. En sloegen ze. And then they go and they went. They say take left and they take left. Ja, ja. Dan liepen die beesten. Take right and they take right. Oké, ze klappen, dan liepen ze links of ze liepen rechts. So as long as the yoke is there. Zolang als dat yoke daar was. The master have control. Had de meester controle over ze. The animal cannot run away. Het dier kon niet wegrennen. So they keep people bound. Zo ze hielden mensen gevangen. This is the animal treatment in the olden days. Ja. Even some countries in Asia and Africa, they do it still. Mm-hmm. Yeah. In Afrika, sommige landen doen ze nog steeds. But human beings also have a yoke. Mensen hebben ook een yoke. Yes. Perhaps some of you still have a yoke. Misschien hebben sommige van u nog steeds. You may not see that there's something hanging around your neck. U kunt het misschien fysiek niet zien. But how you live. Maar de manier waarop u leeft. How you behave. Hoe u zich gedraagt. People like us. Mensen zoals ik, who can see in the supernatural, die in het supernatuurlijke kunnen zien, we can see that you are bound and something is controlling you. We kunnen zien dat u gebonden bent en iets houdt u vast. And you don't even know. Iets controleert u. U weet het zelf niet. But the Bible says, maar de Bijbel zegt, the yoke, het juk, must be broken from your neck. Amen. Moet verbroken worden van uw nek. Every yoke of sickness. Every yoke of trouble, elk yoke van problemen, must broke from your neck. Moet van je nek gebroken worden. Every yoke of satanism, elk satanisme. Every yoke of demonic oppression, elk yoke van demonische. Every yoke of depression and anxiety, elk yoke van depression. Every yoke of sin and rebellious, elk yoke van zin. Every yoke of poverty and hardship. Elk juk van armoede, every juk of lack, you know lack. Ja, everything you do, you still have lack. Yeah. You work 3 jobs, you still have lack. You can save even 100 euro in the whole year, and you tell me this is normal. Elk juk van gebrek, dan zeg ik, je 3 banen hebben nog geld tekort komt. Elk juk moet gebroken worden. Some of you are always on the min, in the red, red, red. Sommige van u staan altijd in de min. If it's happened 1 year, as we are on red. Is 1 jaar nu in de rood staat. Perhaps it's understandable. Misschien is dat begrijpelijk. 5 years, red, minus. 5 jaar, rood, min. 10 years, still minus. 10 jaar, steeds min. This is a yoke. And I command it in the name of Jesus. Every yoke must be broken. Keep your hands together for the Lord. Every yoke must be broken. It is not the will of God that you will be sick. Het is niet de wil van God dat u ziek bent. Why can you be sick all the time? Waarom ben je altijd ziek? He said, you are the salt of the world. Hij zegt, u bent zout der aarde. And if I'm the salt of the world, en mensen die zout zijn der aarde, I have to bring taste. Amen. Die moeten smaak brengen. I am the light of the world. Ik ben het licht van de wereld. You are the light of the world. U bent het licht van de wereld. And if your light is always in the dark. En als uw licht altijd in het donker is, if this bulb is always out, als dit altijd uit is, is dark. Dan is het donker. Is dark. Dan is het donker. But I tell you, turn on the light, turn on the light, turn on the lights. Hallelujah. I said, turn on the lights. Shine. Hallelujah. Begin to shine. Begin to shine. Let your light shine before men. De Bijbel zegt laat uw licht schijnen voor de mensen. If people see the light of God in you, en als mensen het licht van God in u zien, they will glorify the Father. Dan zullen ze de Vader vereren. People are not glorifying Father because your light is out. Mensen vereren de Vader niet als het licht uit is. But I want my light to shine. Amen. Ik wil dat mijn licht. By the time I finish preaching, your light will shine. I said your light will shine. By the time I finish, your light will shine.
blij. Kan ik nog zo'n zulke He loved me so much. He knows this. He said, I shout too much, so when you see me, you start running away. Today, I still see you. You know what to hear me. I said, Jesus, always shine light. Jezus schijnt al dat licht. In my life, I've observed one thing. In mijn leven heb ik één ding gezien. Everybody who is always walking like this. Iedereen die altijd zo. Children doesn't go to them. No. Gaan kinderen niet naartoe. They don't go to them. Kinderen gaan niet naar dat wat zo loopt. I know a certain woman. Ik ken een bepaalde vrouw. In Deventer. In Deventer. This woman. Deze vrouw. Is always like, even though she's a Christian. Zelfs als Christen de hele dag. And the own child is running away from her. En haar eigen kinderen weg. And the child is going to the sister of the woman. Because the sister is always smiling. En het kind gaat naar de zus van de vrouw. So her own daughter, dus haar eigen dochter, loves auntie. The auntie more than the man. How big of murder? And the woman asks, I don't understand why my child is always when he see me running and going to the sister. En de vrouw vroeg, hoe kan dat mijn kind altijd wegloopt? As long as you make him like that, you can shine and the children will be afraid of you. Zolang als je zo gedeprimeerd rondloopt, is het niet leuk. And both of them, say they are Christians. En allebei zeggen dat ze Christen zijn. Jesus, in Jezus, children can come to Jesus. Kinderen kunnen naar Jezus. And the Bible says, put his hand on them and bless them. En de Bijbel zegt hij legt zijn hand op. It shows that Jesus shines. Amen. I said Jesus shines. Everywhere you are, you must shine. And if there's any yoke in your leg, you must break it in the name of Jesus. It must be broken in the name of Jesus. Any sickness yoke must be broken in the name of Jesus. Any divorce yoke must be broken in the name of Jesus. Any confusion must be broken in the name of Jesus. Say amen to Jesus. I've also had pastors. Ik heb al pastors gehoord preken. The problem you are going through, it is the will of God that you suffer. Misschien is het probleem waar u doorheen gaat, de wil van God dat u zo lijkt. I hear about 15 times or more. Ik hoor 15 keer in Nederland dat. 15 keer op mijn eerste keer in Nederland. I have a cancer, not me. God forbid. Ja, it's not my person. Nigerian woman will do like this. And they were talking about it. So, but they said, the cancer that I have, the company, perhaps it's not the will of God to heal me. Who said that? Misschien is niet de wil van God. Who said that? Wie zegt dat? Who said that? Wie zegt dat? If any pastor tells you that, he's a big liar. Als een pastor dat zegt, is hij een leugenaar. He is. Jesus can heal every sickness. Amen. Jesus kan elke ziekte genezen. Including the HIV/AIDS. Including cancer. We have seen it before. Jesus kan het genezen. HIV kanker, we hebben het eerder gezien. Ask this young man, ask this woman. Vraag hem. The cancer was healed. Kanker was genezen. And the person is still doing well. En de persoon after how many years? After 3 years, he's still doing well. Boy, the doctors cannot find the cancer. The doctor won't find it. So what are you?